schudden met die kont van links naar rechts. Het is niet erg, kom op, doe het. Ja, oké. Hi jongens, welkom bij een nieuwe Tiger Fashion Battle. Echt heel leuk dat je kijkt, maar misschien kijk jij wel helemaal voor het eerst. Dus Fiet, vertel even, wat is dit nou eigenlijk allemaal? Iedere week gaan Elise en ik met elkaar de strijd aan om wie de mooiste look heeft gecreëerd met een bepaald item, wat iedere week weer verandert. Het allerleukste is dat jullie mogen bepalen wie er heeft gewonnen. Dus dan moet je vooral even commenten onder de video, in de poll. Overal. Comment. Want dan maak je kans op een waanzinnig Superstay pakket van Maybelline. Nou, wie wil dat nou niet? Ik zou gewoon lekker commenten. Ja, precies. En laten we dus meteen maar het item erbij halen. Het is namelijk, tromgeroffel, de kimono. Oh, ik vind deze zo waanzinnig. Ja. Elise heeft deze dus laatst gekocht. En ik ben vrij jaloers. Deze komt zo chic. Ja, hij komt tot de grond. Ja. Tot die grond, schudden met die kont van links naar rechts. Het is niet erg, kom op, doe het. Het is niet erg, kom op, doe het. Doe het. Kimono's. Ik zie ze veel in de bladen, gedragen door celebrities. En het leuke van een kimono is dat het je hele outfit wat meer flair geeft. Maar inderdaad, flair is het exacte woord. Ja, hè? Want als je hiermee rondloopt, dan flirt hij achter je aan. Het is bizar. Nee, en ik voel me ook als een soort diva als ik het heb. Gewoon helemaal zo van Hollywood glamour. Ja, lukt het een beetje. Look at me. Dus er zijn zoveel verschillende maniertjes om dit te stylen. Ja, en wij laten er nu twee zien, want ik heb een look gecreëerd en Elise heeft een look gecreëerd. Ik ga beginnen daar. Nee, ik wil beginnen. Oké, dan begin jij. Ja. Ja, jongens, jeetje. Ik vond het best lastig hoor, zo'n look maken met de kimono. Maar ik heb er, zoals je ziet, er een casual look van gemaakt. Want ik vond de kimono, vind ik best wel Hollywood glamour, zoals ik net al zei. Dus ik heb het zeg maar getoned-downed. Hé, jongens, jullie weten wat ik bedoel. Getoned-downed. Met een zwarte high-waist skinny. En dan gewoon met een normaal wit t-shirtje met wat gaatjes erin. En dan heb ik wel wat geks erbij gedaan. Namelijk mijn knalpaarse loafers. Want dat vond ik dan toch wel weer grappig erbij. Ik dacht, nee, sneakers vind ik saai, hakken ook. Ik dacht, doe er gewoon gekke loafertjes bij. Helemaal leuk. Ik dacht meteen, wauw, ik moet gewoon helemaal in het zwart gaan. Want die kimono is al zo out there. Dus dat moet gewoon helemaal zwart blijven. Dus, wat heb ik gedaan? Gewoon een simpel zwart hemdje met spaghettibandjes. Een zwart leerbroekje, vond ik wel leuk. Die zit een beetje zo hoog. En daarbij hele leuke stoere boots met studs. Want dat vond ik wel goed bij die kimono passen. Om het even wat stoerder te maken. Als je meteen zeg maar echt van die stiletto hakken doet. Dan wordt het gelijk een beetje een hele andere vibe. Dus dit vond ik gewoon helemaal perfect erbij. Ik vind deze look, die zou je ook nog kunnen doen met een lichte panty in de winter. Als je uit eten gaat. Maar en als het wat lekkerder weer is, gewoon met blote benen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Wauw, dit waren de looks alweer. Oh my god, I can't believe it. They were so awesome. Don't you agree? I totally agree. I especially thought that my look was amazing. My look was definitely better. So please vote. You can do it in the poll or below in the comments, whatever you prefer, because you want that goodie bag from Maybelline. Superstay package. Nou, oké, we gaan nu over Nederlands praten. Ja. Sorry, soms gebeurt dat even. Ja, dit is je laatste kans, want volgende week kiezen we de winnaars, maken we die bekend. Oh ja, inderdaad. Goeie. Ja. Ja, nou, wel, ik wil het blijven. Oh, ik wil hem alweer afsluiten. Nou, sluit maar af. Dankjewel voor het kijken, jongens. En we zien jullie heel snel.